Welkom op het PvdA-congres. We zijn hier bij elkaar. Maar de komende 10 minuten zijn jullie burgers van Rotterdam. Rotterdam, dus leef je in. En het goede nieuws is dat er in deze zaal 5 uitnodigingen liggen onder een stoel. En dus misschien heeft u een uitnodiging over de stoel. U kunt de uitnodiging herkennen aan de witte envelop met daarop de tekst niet openmaken. Ter informatie, vanaf nu mag u deze envelop wel openmaken. Ik zie dat er ergens een envelop is gevonden, dus u mag hem zelf gewoon even openmaken. Maar voor de mensen die geen envelop hebben, ik heb de uitnodiging hier ook op het scherm. U bent namelijk geloot. En jullie zijn Rotterdammers. Wat is het eerste wat je denkt als je deze uitnodiging ziet? Het eerste wat je denkt? Blijdschap. Nou, ik denk in ieder geval dat je Abu Talib ziet. En er kunnen natuurlijk verschillende gedachten door je hoofd gaan als je dit ziet. Je kunt denken van, dat is leuk. Maar je kunt ook denken, wat moet ik hiermee? En tenslotte kan je denken, die mag bij het oud papier. Maar goed, als je de achterkant gaat lezen, dan staat er meer informatie over loting. En wat is er nou aan de hand? U bent geloot voor een wijkcomité. En samen met 5 burgers mag u in uw wijk beslissingen gaan nemen over uw wijk. En u mag ongevraagde adviezen geven aan de gemeente. En u mag subsidie geven aan bewonersinitiatieven in de wijk. En u komt maandelijks bij elkaar om te vergaderen. U krijgt een vergoeding. U krijgt ondersteuning vanuit de gemeente. En dat allemaal 4 jaar lang. 4 jaar lang, ja. Eens per maand komt u samen, maar er wordt wel van u verwacht dat u 1 dag in de week actief daarvoor inzet. €450. Per maand. Dus en die is 1 keer in de maand. Dus 1 keer in de maand. Opnieuw kunnen er verschillende gedachten door uw hoofd gaan. U kunt denken, dat lijkt me leuk. U kunt ook denken, ik snap het nog niet. En u kunt natuurlijk ook gewoon denken, die gaat bij het oud papier. Ze doen er toch niks mee. Het goede nieuws is, of u nou voor optie 1, 2 of 3 hebt gekozen, het maakt helemaal niet uit. Want het is maandagavond en u zit op de bank een kopje koffie te drinken. En er wordt gebeld. En u doet de deur open en u denkt, wie zou dat nou zijn? En dat is de wijkmanager. En de wijkmanager die doet open en die zegt tegen u, gefeliciteerd, u bent geloot. U mag onderdeel zijn van het wijkcomité. En ik heb er vertrouwen in dat u dat kunt. En zullen we daarover met elkaar in gesprek gaan? Ik ga hem even parkeren, dit voorbeeld. En ik zal mezelf eerst even voorstellen. Volgens mij terug. Ja. Mijn naam is Suzanne Brandt. Ik ben onderzoeker voor de gemeente Rotterdam. Ik doe onderzoek op het gebied van participatie. En ik promoveer op het thema burgerparticipatie. En wat mij fascineert in mijn werk is de vraag, wanneer burgers afhaken in een democratie en wanneer zij mee gaan doen. En ik ga jullie meenemen in 3 punten. We gaan het hebben over een probleem, we gaan het hebben over de oplossing en we gaan het hebben over mijn onderzoek. En we beginnen bij het probleem. En daarvoor heb ik 2 punten en we gaan beginnen met het eerste punt. En dat is maart 2022 waren de gemeenteraadsverkiezingen. En we hadden een historisch lage opkomst. En waar in Nederland was de opkomst het allerlaagst? U raadt het al, in Rotterdam. Minder dan 40% van de Rotterdammers heeft gestemd. Hij is weg. Maar dat was op stedelijk niveau. Maar als we dan nog inzoomen op wijkniveau, zien we dat er ook grote verschillen zijn in de stad. Je ziet dat in het zuidelijk deel van de stad veel mensen niet stemmen. En ook de wijken waar ik onderzoek doe. Bijvoorbeeld de Tarwewijk, daar heeft maar 21% van de mensen gestemd. Hebben we dus een groot probleem, want als niemand stemt, wat is onze democratie dan nog waard? Ander probleem in onze democratie is het gebrek aan vertrouwen. Dat is ook een groot probleem. Veel burgers wantrouwen de overheid. Het goede nieuws is, er is ook een oplossing. En de oplossing is, misschien heeft u wel gehoord van het boek van David van Rijbroek. Dat is een Vlaamse wetenschapper, die heeft een boek geschreven tegen verkiezingen. En David? David van Rijbroek. Hij heeft een boek geschreven en het heet Tegen Verkiezingen. En hij zegt eigenlijk, het huidige democratische systeem is niet meer van deze tijd. We zouden eigenlijk een combinatie moeten maken van geloten en gekozen volksvertegenwoordigers. En hij heeft dat helemaal niet zelf bedacht, want het komt van de Grieken.
En in het oude Griekenland werden veel publieke functies die werden geloot. En waarom werd dat nou gedaan? Het was veel eerlijker, want iedereen had de gelijke kans om gekozen te worden. Terwijl als je politicus wil worden, dan ben je echt in het voordeel als je een betere komaf hebt. En dat is natuurlijk een heel mooi idee. Hè? Er is veel over loting geschreven en mensen zijn heel positief daarover. Maar dat is wel de theorie. En de praktijk van loting is nog best wel lastig. En we hebben in Nederland ook een aantal experimenten gedaan met loting. De bekendste is de G1000. En bij de G1000 werden een aantal burgers door de gemeente uitgenodigd om een dag te gaan praten over hun gemeente en wat daar speelt. En wat zagen we daar nou? Wie kwamen er vooral opdagen? Dat waren toch meer theoretisch opgeleide, witte mensen van middelbare leeftijd. En ja, waarom eigenlijk? Nou, precies dat stukje wat we net hebben gezien. Je krijgt een uitnodiging van de gemeente en wat doe je ermee? Heel vaak belandt die in het oud papier. Wat hebben we in Rotterdam nou anders gedaan? Want in Rotterdam is het wel gelukt om een diverse groep mensen te activeren. En daar ga ik jullie iets over vertellen. Ik heb een aantal maanden meegelopen met de Gelote Wijkcomité's, ben bij de vergaderingen geweest en ik heb ook al die mensen geïnterviewd. En een eerste conclusie uit mijn onderzoek is dat loten een effectieve methode is om een diverse groep burgers te activeren. In die wijkcomité's zaten veel vrouwen, veel mensen met een migratieachtergrond, veel jongeren, ouderen, mensen die nog nooit gestemd hebben, veel mensen die weinig vertrouwen hadden in de overheid en ook veel mensen die eigenlijk helemaal geen interesse of kennis hadden van politiek. Toch zijn ze actief geworden door middel van loting. Wat hadden deze mensen nou gemeen met elkaar? Wat zij gemeen hadden is dat zij nooit actief waren geworden op het moment dat niemand ze die vraag had gesteld of ze ook daadwerkelijk actief wilden worden. En toen ze er eenmaal in zaten, vonden mensen het eigenlijk heel erg leuk. En toen heb ik ook gevraagd, wat maakt dat u zelf zich nooit voor iets hebt aangemeld? En mensen zeiden, ja, ik vind mezelf te jong, ik vind mezelf te oud, ik vind mezelf te onervaren, ik vind mezelf te verlegen. Er zijn gewoon heel veel redenen waarom mensen het niet durven. Maar op het moment dat ze er eenmaal in zitten, vinden ze het leuk. En zijn ze echt best wel bereid om iets te doen. Dus een burger die niet actief is, is niet per se een burger die niet actief zou willen zijn. Dan het tweede punt, maar je moet er wel veel moeite in steken. Je moet er een wijkmanager op afsturen en je moet er ook veel begeleiding aan geven. Tweede punt wat naar voren komt in mijn onderzoek. Op het moment dat mensen actief zijn, dan blijven ze actief. Want mensen doen ervaring op, die leren daarvan. Ze merken dat ze eigenlijk veel meer kunnen dan ze hadden verwacht. En ze blijven dus actief. Wat we dus wel zien, dat hun vertrouwen in de politiek en democratie niet meteen toeneemt. Ook niet na een paar jaar. Maar wat die mensen, het heeft ze niet weerhouden om zich uiteindelijk verkiesbaar te stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen of de wijkraadsverkiezingen. Een aantal mensen in de wijkcomité's hadden vroeger nooit gestemd, maar stonden afgelopen verkiezingen op de lijst voor de gemeenteraad. Dus dat komt er naar voren. Dan heb ik tot slot een goed nieuws en slecht nieuws. We beginnen met het slechte nieuws. Slechte nieuws is, de wijkcomité's zijn gestopt. Het was een experiment en na 4 jaar zijn ze opgehouden. Maar het goede nieuws is dat Rotterdam wel door wil gaan met loting. En we hebben gisteren een nieuwe coalitieakkoord gekregen. En daar stond in dat ze een gelote burgertop gaan doen over het klimaat. Dus we gaan vaker als gemeente loting inzetten om burgers te bereiken die we anders niet bereiken. En toen moest ik nog denken, is er nog iets wat ik jullie wil meegeven naar aanleiding van dit onderzoek? En wat ik jullie zou willen meegeven is eigenlijk het feit dat de oplossing en het probleem soms dicht bij elkaar liggen. Want het probleem is naar mijn inzien vertrouwen. Hè? Gebrek van vertrouwen in de samenleving. En wat zagen we nou net in dat eerste voorbeeld? Die wijkmanager die stond voor de deur en die zei, ik heb er vertrouwen in u dat u dat kan. En dat deed mij denken aan een interview wat ik had met een burger. En die zei, ja, het feit dat die man tegen mij zei dat hij vertrouwen in mij had, dat is in mijn leven bijna nooit gebeurd. En dat maakte dat ik actief ben geworden. Dat maakte dat verschil. En ik wil u uitnodigen om in uw eigen leven dat ook eens te proberen. Om net als die wijkmanagers tegen een burger te zeggen, ik heb er vertrouwen in dat u dat kunt. En dan ben ik benieuwd wat er dan gebeurt. Dank u wel. APPLAUS